Meningen zijn daarover verdeeld, maar ik noem mezelf een autist, iemand met autisme, autistische persoon. Voor mij maakt het in principe niet uit. Dat betekent niet dat ik er geen hinder van ervaar in het dagelijks leven en dat ik er in het verleden geen moeite mee heb gehad. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ik het geaccepteerd heb en mijn leven vorm probeer te geven zoals het voor mij prettig is. 2 jaar geleden zetten we een documentaire online over autisme bij vrouwen. Een documentaire die veel losmaakte. Omdat we wekelijks veel vragen krijgen over Ghislaine haar autisme, besloten we een video te maken waarin Ghislaine een week haar leven filmde. Om zo meer inzicht te geven in haar autisme. Always look on the bright side of life. Hefweek? Hoe zit het met jouw ochtendroutine? Dit is mijn ochtendroutine. Je hebt niet speciaal iets? Ik kijk jou lief aan, dat je koffie voor me gaat maken. Ik had wel een ochtendroutine toen ik in de supermarkt werkte. Dat vond ik altijd zo chaotisch, dat ik ver van tevoren ging opstaan. En dan ging ik eerst rustig eten en aankleden en opmaken. En dan ging ik dan nog even iets op tv kijken, even mijn hoofd wat leeg te maken. Dat eigenlijk. Thanks, babe. Hey, we hebben wel de koffie. Hè? Wie zeg ik? Wat wil je dan? We hebben wel de koffie. Vandaag is een werkdag, maar eerst ga ik naar de homeopaat. Ze probeert me een beetje te helpen met mijn overgevoeligheid voor heel veel dingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg overgevoelig voor licht, geluid, geuren. Ja, tot nu toe helpt het wel heel goed. Ik had ook bijvoorbeeld hele... misschien iets te veel informatie, hele pijnlijke menstruaties. En die zijn nu echt heel mild. In de routine, dan neem ik aan dat je nu nog voordat je weggaat, doe je dan nog iets in je hoofd of ben je er mee bezig? Of? Nee, ik probeer het eigenlijk gewoon een beetje los te laten. Ik weet al een beetje in mijn hoofd hoor, waar ik het over wil hebben, dus dat is prima. Ja. Business Aida, het tijdloze liefdesverhaal. Over de want die greep dan? Je oké? Ja, haast. Ja. Wat haast is dat? Je oké? Zit je goed? Ja. Er zijn heel veel vragen binnengekomen over wat ik voor werk doe. En die vragen begrijp ik goed, want ik ben zelf ook altijd nieuwsgierig wat iemand voor werk doet. Ik heb één grote passie in het leven en dat is grafisch vormgeven. Ik wil daar ook heel graag een opleiding in volgen. Helaas is dat vanwege sociale angst niet gelukt. Ik raakte helemaal overweldigd. In een grote school, nieuwe omgeving, heel veel mensen. Dat ik eigenlijk weer een beetje met een terugval thuis kwam te zitten. Omdat het zo mijn passie is, heb ik wel heel veel online tutorials en cursussen gevolgd. En heb ik nu aardig wat skills om mezelf te redden wat betreft grafisch vormgeven. Dus ik werk nu part-time als grafisch vormgever, wat dus echt mijn droom is. En daarmee wil ik eigenlijk ook zeggen dat als de traditionele weg soms niet lukt, dat het op een andere manier misschien wel lukt. En vooral op creatieve beroepen, zoals grafisch vormgeven, is er zoveel online te vinden. Dat je eigenlijk, als je het echt leuk vindt en het wil leren, dat het zoveel te vinden is. Een mooie portfolio opbouwen, leuke dingen doen, projectjes voor jezelf. Nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja, volgens mij kon je wel knippen bij die anderen, toch? Een vraag die ik kreeg was, hoe hou je de balans in het leven? Dat is omdat ik vaste dagen voor bepaalde activiteiten kies. Dus ik heb een vaste dag om schoon te maken en een vaste dag om gewoon even helemaal niks te doen. Dus een serie te kijken of op de bank te liggen of een wandelingetje maken. Dat is een beetje hoe ik de structuur, de balans in mijn leven hou. Maar om eerlijk te zijn, raak ik heel vaak gewoon de balans kwijt. Voelt het leven toch altijd wel een beetje te chaotisch en kan ik me niet aan mijn eigen planning houden. Ik kan doen alsof het allemaal onder controle is en ik voor elke dag een bepaalde structuur heb, maar
die rust krijg ik gewoon totaal niet. Ik weet, ik maak schoon een bepaalde dag, ik rust uit een bepaalde dag. Dat is eigenlijk de structuur die ik toegepast heb in het leven. Dus vandaag ga ik schoonmaken, het hele huis even aanpakken, het bed doen en de vloeren dweilen. Huh? En wat ga jij doen, Freekie? Wat ga jij doen in de schoonmaak? Ga jij je haren verspreiden? Dat was de grote schoonmaak. De laatste was zit erin. Ik kreeg er wel even weer heel erg last van mijn hoofd. Migraineachtig. Dus heb ik eventjes wat water voor gepakt. Als het huis chaotisch is, is mijn hoofd ook chaotisch. Dus dat heb ik nu even opgelost. Door het allemaal lekker aan te pakken en de vloeren schoon te maken. Want het wordt weer lente. En dan gaat Freekie al zijn haren loslaten, hè? Ja. Nou, dat werkt niet zo goed als je allergisch bent. Nee. Dat is dat. Ik ben verder van plan nog even een wandelingetje maken. Dus lekker rustig dagje verder. Al heb ik wel echt uren zo gemaakt. Gebeurt wel vaker als ik even chaotisch ben. Dan is het heel fijn om weer orde te scheppen. In ieder geval in het huis. Boodschap gedaan. Eindelijk even eten. Ik was net even naar de supermarkt gegaan. Dat heb ik niet veel, want ik kreeg een beetje kortsluiting in mijn hoofd in de supermarkt. De plannen waren veranderd. Ik kwam iemand tegen. Ze gingen naar een andere supermarkt. En toen kon ik opeens geen keuzes meer maken. En dan was ik altijd een beetje zenuwachtig in de supermarkt. En ga ik een beetje trillen en krijg ik het heet. Dus paniek over welk wasmiddel ik moest nemen. Dus ik heb het wasmiddel teruggezet en dacht, nou, die keuze maak ik wel een andere keer. Ik heb snel gepakt wat ik wilde en toen ben ik weer naar huis gegaan. Ik zeg altijd, ben niet zo van de plannen. Jij hoort wel vaak bij autisme. De plannen die opeens veranderen, dat je dan helemaal in de stress raakt en zo. Nou, dat heb ik eigenlijk niet zo vaak. Ik kan best wel goed me aanpassen dat iets anders gaat. Of dat ik bijvoorbeeld andere tijden op werk zou hebben of wat dan ook. Maar toch, sommige plotselinge veranderingen kunnen wel een beetje spanning geven. Waardoor ik nu dus zoiets had van, gaan we gewoon sneller de supermarkt uit dan ik eigenlijk in mijn hoofd had willen. Want ik had even rustig keuzes willen kunnen maken, maar dat is niet geworden. Toch heb ik wel gelukkig genoeg gehaald om een lunch te maken voor mezelf. Dus ik ga even een tost maken, tv aanzetten en even bijkomen van zo'n pittige trip naar de supermarkt. Ja, het klinkt misschien gek, of als je het zelf niet ervaart, maar de supermarkt is eigenlijk een van de meest overprikkelende omgevingen die er is. Omdat er zoveel gebeurt, veel mensen, veel keuzes, muziek. En ja, het lijkt ook allemaal dat het heel snel moet en dat je gauw in de weg staat ergens. En dat kan nog wel eens iets te veel worden. Vandaar dat ik het liefst eigenlijk in de ochtend ga of boodschappen thuis laat bezorgen door bijvoorbeeld picknick. Vind ik eigenlijk prettiger dan supermarkt, maar
toch is het de wandeling tussendoor er even uit en naar de supermarkt ook alweer prettig. Nou, het begint al lekker overprikkeld, toch? Ja, het is weer chaotisch, snel, gehaast. Wat gaan we doen? We gaan onderweg naar Rotterdam. Afgesproken met Sophie. Met mijn scheve zonnebril ga ik erop af. Ik heb erop gezeten. Meestal heb ik mijn koptelefoon op. Maar die ben ik vergeten. Zoals dat wel vaker gebeurt. Maar nu heb ik jou om tegen me aan te lullen, toch? Mm-hmm. Ja, dat is meestal de tactiek. En je hebt oordoppen, toch? En ik heb oordoppen in. Dat ja. Wel, ja. Je dus dat helpt wel mee. Hij komt eraan. Ja. Oh, ik heb hem niet ingecheckt, hè? Of wel? Ja, wel, hebben we net gedaan. Weet je het zeker? Ik kan me dat niet herinneren. We hebben toen net ingecheckt. Ik heb ook net ingecheckt. Ah, dat meen je niet, hè? Hebben we dat echt gedaan? Dat mag ik wel hopen, ja. Dat ben ik echt vergeten. Uit. Heb je ingecheckt? Serieus? Ja, ik doe het weer niet bewust gedaan. Je bent lekker bewust bezig deze week, meid. Wat erg. Ik doe dat gewoon en dan denk ik erna. Meestal moet ik echt van tevoren ook dingen klaarleggen die ik mee wil nemen. Maar nu was het weer haast. En ik had weer niet gevraagd hoe laat moeten we eigenlijk gaan. Dus dat was voor mij weer een totale verrassing. Maar ja, het is nog lekker zonnetje, toch? Ja, maak het maar wat moois van, meid. Ik weet niet zozeer of ik voorbereiding heb voor wanneer ik me wel op mijn gemak voel bij iemand. Dan heb ik dat niet echt nodig, maar dan weet ik wel dat ik na afloop moe ben. Maar als ik bijvoorbeeld naar iets ga en ik ken die mensen niet goed of niet, dan ben ik altijd wel in mijn hoofd bezig wat ik eventueel kan zeggen en zo. Dus dan bereid ik wel voor ditjes en datjes, omdat het allemaal niet vanzelf komt. Weet je waar ik nou net aan zat te denken? Ik heb mijn leven dus zo ingericht dat ik het minste last heb van het autisme. Als in weinig verplichtingen. Nu ook met werk bijvoorbeeld. Als ik één dag bijvoorbeeld heel erg last zou hebben van de maandelijkse periode. Dan kan ik het gewoon op een andere dag zetten. En voorheen bracht dat heel veel stress. Want dan moest ik me ziek melden. Nou, wat ik verschrikkelijk vind is ziek melden bij een baas. Ja, dat is nooit volgens mij, hè? Nee, dan voel ik me zo bezwaard. En zou hij wel niet denken dat het niet echt is? En nou ja, stel je voor dat ik last heb van dan de maandelijkse periode. Dan heb ik meestal een paar uur last. En dan heb ik me natuurlijk afgemeld voor de dag. En dan denk ik eigenlijk, dan ben ik soort van in mijn hoofd verplicht om de hele dag thuis te gaan zitten. Het idee van, ik moet me gaan ziek melden. Het gaf al zoveel stress dat ik het dan maar niet deed. En dan ging ik dan maar ziek staan werken. Ik heb wel het idee dat ik het nu goed voor mezelf heb ingericht. Ja. Op het stukje structuur na dan, want dat kan nog wel meer gebruiken. Omschrijven ze wel eens ook zo bij autisme, dat je eigenlijk in je hoofd, mensen hebben allerlei soorten mapjes. En als dan iets afgerond is in je hoofd, dan sluit je dat mapje. Maar soms kan het in het brein van iemand met autisme, kan dat mapje heel erg open blijven staan. En alle andere mapjes staan ook nog open en dan sluit je nooit echt iets af. Waardoor het eigenlijk één grote chaos wordt. En je dan maar besluit van, ik sluit me voor alles af. Maar dan kan je ook niet meer bij een bepaald mapje waar je wel bij wil. Want dan moet je eerst door al hele ellende heen. En ik word met de jaren steeds vergeetachtiger. Maar dat komt ook omdat het hoofd steeds voller wordt, denk ik. Ja. Nou ja, dat dat is de eeuwige struggle van niet gelijk dingen af kunnen ronden.